Goedemiddag dames en heren, welkom vanuit Sittard Geleen voor de vijfde etappe in de Eneco Tour. Mijn naam is José Been en naast mij zit Jeroen van Bellegem en wij zullen u vertellen hoe deze etappe gaat verlopen. 13,2 kilometer dus in deze fusiegemeente in Limburg, Sittard Geleen, bijna 100.000 inwoners. En hier rijden alle 158 renners hun tijdrit vandaag. Maar dit is nog even een samenvatting van gisteren. Met Pim Ligthart in de kopgroep samen met onder andere Tamouridis. Ligthart die goed mee zat de hele dag, goed zijn werk deed, maar uit die kopgroep zakte door een lekke band. Lekke band die niet verholpen kon worden door de neutrale materiaalservice. Ik heb daar nog even over gehad met de mannen van Shimano. Omdat het toch opvallend was, het gat was op dat moment 30 seconden. En dat betekent dat er een neutraal materiaalwagen tussen het peloton en de groep zit. Maar er werd, kijk hier geeft Pim Ligthart dat ook aan. Zo van waarom is hier niemand? Want hij heeft het voor, dus lek. Er hoort een auto tussen te zitten, die zat er niet. Dat was in overleg met de jury gedaan. De neutrale materiaalservice, alle ploegleiders, iedereen in de caravaan heeft een jurykanaal op de radio. Daar moeten ze naar luisteren. En het was gedaan uit veiligheid, omdat de wegen hier smal waren. Veel renners die klaagden daarop over. En hier is dan ook de, ja, ik zou bijna zeggen, onvermijdelijke valpartij. En die valpartij zorgde voor een breuk in het peloton. En die breuk in het peloton leverde voor heel veel renners een tijdsverlies op van 6 seconden. Waaronder Telefini verloor kostbare tijd en heel veel andere renners verloren kostbare tijd op Lars Boom. Maar niet Philippe Gilbert. Gilbert is heel erg bij de pinken hier in de Eneco Tour, maar hij heeft nog geen zegen kunnen pakken. Dat gaan we misschien morgen zien. Het is in ieder geval Lars Boom die sprint aanging en dan kletst ontzettend makkelijk uit zijn wiel. De man in het rood, de gorilla, de Duitser André Greipel. Giacomo Nizzolo wordt tweede en Lars Boom, hij vloekt hier nog, maar hij is toch echt derde. En dat betekent 4 bonificatieseconden voor Lars Boom. En dat betekent dat hij de nieuwe leider is in de Eneco Tour. En dat is zijn eigen vlijmen voor volk en vaderland, voor ouders en schoonouders en voor zijn vriendin en dochtertje. Die gisteren de panda kreeg, die Lars Boom op het podium kreeg. Dat was, die was voor Kay. Natuurlijk. De thuisrijders hadden deze etappe eigenlijk gegeven voor de vorig jaar de Eneco Tour. We wouden ze een ere door een etappe in Vlijmen aan te laten komen. Het viel helemaal op zijn plaats voor Lars Boom. Hij werd vierde, pakte die bonificatie en mag dus vandaag als allerlaatste starten in die tijdrit. En dat zal zijn om 16:29, over een kleine anderhalf uur dus. Lars Boom dus, leider in het klassement. In het puntenklassement is het André Greipel voor Nizzolo en dan Lars Boom. Er wordt niet verwacht dat veel mannen in deze top 10 nog punten gaan halen aan de finish, gezien de etappes die we nog gaan krijgen. Dus Lars Boom gaat een grote kans maken om die puntentrui te pakken, alhoewel dat voor hem een secundair klassement zal zijn. Deze man is ook al bijna zeker van het klassement van de strijdlust, Laurens de Vreeze. De Vreeze die 3 keer mee zat in de ontsnapping van de dag, daar belangrijke punten pakte en eigenlijk niet meer ingehaald kan worden. Vandaag geen punten voor het puntenklassement, ook niet voor het klassement voor de strijdlust. En dat betekent nog maar 2 dagen te overbruggen voor die man van Topsport Vlaanderen. En dat ziet er goed uit voor de Vreeze. Dit is het parcours van de dag. Sittard Geleen. Dan gaan we naar het zuiden, naar Windraak. Een beklimmetje van een paar honderd meter. Dan het zuidelijkste punt en dan de Beukenberg. Ook een beklimming van een paar honderd meter. En dan weer terug naar het noorden, naar Sittard Geleen. En dan op dezelfde weg als waar de renners op de heenweg komen. Dus dan gaan ze elkaar kruisen.